Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 71 alweer hier in Imola. Heb jij de vorige wedstrijd in China gemist? Het was een krankzinnige wedstrijd. Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Het kan recht voor het ietsje. Klik daarop en jullie video verschijnen. We hebben officieel Ayrton Senna gepasseerd met het aantal race-overwinningen. Dus dat is goed om te zien. 25 pole positions. Hopelijk kunnen we 26 ervan maken na deze kwalificatie. Ik verwacht er veel van. De concurrentie is sterk geworden. Dat merkten we al in Bahrein. Maar zeker hier in Imola. Waarom? Het is een snel circuit. Ik ben er niet zo goed op. Ik race met de controller. Dus ja, dan wordt het lastig. Sponsoren even op de auto geplaatst. Het weer wordt droog verwacht. Alhoewel in de wedstrijd op het einde kan er wat gaan regen misschien vallen. Maar die kans is heel klein. Kwalificatie verloopt dus mooi droog. Nogmaals, Imola, het is een snel circuit. Kijk maar naar het weer. De race aan het einde regenbuien. Maar ik denk niet dat die gaan komen. Dus dat is goed om te zien. Staan derde met de Progress History. Mercedes en McLaren lopen wat weg van ons. Maar dan is het tijd voor de kwalificatie hier in Emilia-Romagna. We zijn aanbeland bij Q1. We zijn er pas heel laat naar buiten gegaan. Iedereen komt nu het asfalt weer op. En hopelijk komen wij voor deze jongens terecht. Jazeker, en kunnen dus een vrije run gaan doen. In Q1. Gaan daar gewoon goed die eerste en tweede bocht door. Nog ongeveer anderhalve minuut op de klok. En wij komen zo meteen te staan. Op 1. P1 met een 1.12.6. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. We zijn er dus weer heel laat naar buiten gegaan. En dat moet ons wat voordeel geven op de rest van het veld. Die dus nu twee runs doen en wij doen er hopelijk maar één. We missen daar een klein beetje de apex in bocht nummer 1 en 2. En pakken daar grind. En deze ronde is helaas niet goed genoeg. Dus helaas moeten wij toch een tweede run gaan doen. Op deze compound, want we staan op een P14. Hier is het dan even druk met allerlei mensen die de pitstraat uitkomen. En deze ronde is niet goed. Waarom? Ik had last van verkeer en heb die ronde afgebroken. Dus we moeten een derde keer in Q2 gaan rijden. Missen daar gewoon die apex in bocht nummer 1. Dat is jammer. Noteren wel groen in sector 1 en 2. Perez naar de snelste tijd met een 1.12.8. Sainz op P12. En springt uit die top. Buiten de top 10 dus. En wij zijn dus mooi door naar Q3. Want wij hebben de snelste tijd genoteerd. En dus moet ik hier even wachten, want iedereen gaat weer naar buiten voor hun laatste run. Wij zijn al op het circuit en gaan hier dus mijn laatste run noteren. Hoop ik. Dan komen we aan bij sector 1, bocht nummer 2 hier. Gasly zit een beetje voor ons en ik had daar een momentje en ik breek die ronde gelijk af. Hamilton komt daar ook even voorbij geraast. Ik weet niet of hij in de snelle run zat. Maar wij dus niet meer. En dan is het hier even prikken om posities. En gaan wij proberen nu naar de pole position toe te rijden. We hebben geen tijd staan. En Hamilton kan hier misschien profiteren. Vijfde rij. Staan wij zo meteen als de vlag uitvalt. En wij geen tijd noteren. P10 dus. Zijn goed onderweg. Beetje grind meegepakt.
verliezen daar wat tijd en noteren groen in sector 1 en 2 Perez naar voorlopig de pole position. Waar komen wij te staan zometeen? Kunnen wij daar een stokje voor steken? Het antwoord is... Jazeker! Jazeker, we pakken de pole position af van Checo Perez en zijn maar een tiende sneller dan Lando Norris. Perez gezakt naar P4, Weiders naar de pole position, Norris naar P2, Bottas 3 en Max helaas teleurstellend op P6. Dat betekent dat wij een spannende race gaan verwachten hier in Emilia-Romagna. Ik ben er klaar voor, hopelijk jullie ook. Daar gaan we dan voor Carreer, aflevering 71 van F1 2021, My Team, Carreer Mode. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation of being a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix, a lap of Imola. Anti-clockwise, of course, unlike most of the Formula One circuits, we'll take our drivers around 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin at turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. With me today, of course, is Anthony Davidson. Can we talk about Mercedes? There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say, it doesn't seem, so far at least, that they've been able to keep up. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Perez, Charles Leclerc and Verstappen, Ricciardo, Gasly, Hamilton and Carlos Sainz, Joe, Russell, Lance Stroll and Ocon, Giovinazzi, Tsunoda, Callum Ilott and Marcus Armstrong, Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And now it's time to head down to the track. The points finish last race. Let's aim to keep the momentum going. Na de puntenfinish in de vorige wedstrijd moeten wij het momentum mee zien te nemen in deze wedstrijd. We starten dus vanaf pole position naast ons Lando Norris. Starten op die soft compound. En doen een tweestopper soft medium medium. Nemen extra fuel mee om het harder te kunnen pushen. We moeten ook rekening gaan houden met Lando Norris. Waarom? Die eerste bocht. De run is keilang. Dus als nog eens een goede start heeft, dan zijn wij gezien. We gaan beginnen voor Carreer aflevering 71 hier in Emilia-Romagna voor de grote prijs. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en hebben al wat wielspin en zijn niet lekker weg. Want Lando Norris heeft al de leiding veroverd. Ook Perez is naar P2 gegaan. Daar kijkt Max aan de buitenkant voor P3. Remmen Perez hier uit en duwen hem daar op het broodje. Wielbengen met elkaar. En Perez verliest een klein plekje en ook een klein beetje pace. Norris is al gelijk weggereden van ons. Wij hebben het hier een beetje lastig met de bochten. En Norris rijdt al 1,1 seconde ongeveer los van ons. Daar moeten wij een stokje voor gaan steken. We zitten in ronde nummer 2 als Perez naar binnen is geweest voor een nieuwe neus. Rijdt dus helemaal achteraan. Bottas dus op P3. Het gat is 2,7 seconden. Waarom? Perez reed die hele tijd met een kapotte voorvleugel. En heeft de jongens achter mij opgehouden. En wij noteren de snelste race ronde met een 1.15.004. Het gat is 16e naar Lando Norris. 15e sneller dan de auto achter ons, heb ik begrepen van Jeff. Het gat is 2,6 seconden. Hier dus een herhaling wat er is gebeurd met Perez in die eerste ronde. We kwamen van ver en het is hier gewoon wielbengen. En daardoor heeft Perez zijn voorvleugel beschadigd geraakt. En want dan kan hier helemaal niks. Max is naar P5 toen teruggedrongen. Rijdt nu op P4. En we zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als wij DRS hebben ingeschakeld van Lando Norris. Nieuwe strategie is beschikbaar. We blijven gewoon bij het oude plan.
maar kunnen alleen maar kijken. We kwamen van ver, maar het was net niet genoeg. Max op P4, dat gat is 3,3 seconden. Leclerc rijdt op een P5. En dan zitten we zometeen in ronde nummer 6. We gaan het hier dan opnieuw proberen met de DRS. En dat lange rechtstuk verliezen daar wel een klein beetje exit snelheid door de grindbak. En we hebben slipstream en kijken naar de buitenkant van Norris. We gaan daar een beetje op het gras, maar dat is gelukkig clean gebleven tussen ons. Perez rijdt nog helemaal achteraan. Bottas in gevecht met Verstappen om dat podiumpositie. Leclerc kan alleen maar volgen. En Norris heeft een achterstand van ongeveer 2/10. En wij zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Tot nu toe nog niks ernstig gebeurd. Geen uitvallers, wel een pitstop voor Perez. Een niet geplande stop. En we gaan ronde nummer 8 alweer in. Als de pit window open is en Norris kan aanvallen. Zit net te ver weg. Dat gat is een 1/10 ongeveer. Norris probeert het op plekken die ik er niet voorspel en niet verwacht. Zoals net aan die binnenkant. En wij voelen gewoon de druk van de jonge Brit. Want die rijdt op P2 en wil voor de winst gaan. We zitten in ronde nummer 9 als Leclerc Verstappen is voorbij gegaan voor P3. En gaan daar op het grind en zijn die positie kwijt aan Norris. Door een foutje van ons, de druk werd ons iets te veel. En moeten nu terug aanvallen bij Lando. Perez nog steeds op die late plek. We stappen naar binnen. En wij kijken hier aan de buitenkant. Gaan er op het gas, raken Lando Norris. En is het hier 2-1, lukt niet. Ik stuurde ook wel gewoon heel scherp in om te laten merken dat die bocht voor mij was. Ik liet geen ruimte over naar Lando Norris. Dus ik ben hier de schuldige. En Norris staat vast in de grindbak. Max naar binnen voor zijn eerste pitstop in ronde nummer 10. En komt de pitstraat weer uitgereden. Valt ver terug. Norris rijdt weer. De groene vlag wordt gezwaaid in sector 1. Maar het is opnieuw geel. En Max Verstappen rijdt langzaam en gaat hier uitvallen. Max Verstappen uitgevallen in de grote prijs van Emilia-Romagna. De safety car is op de baan. Dus wij kunnen naar binnen. Geen leuke race voor ons als team. Als individu. Heerlijk. Waarom? We hebben de snelste raceronde in handen. We hebben een gratis pitstop. En we rijden aan de leiding. En gaan dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Waarom? Er zijn hierna nog 22 rondes te gaan. Dus op die medium band kunnen wij het mooi gaan uitrijden. Nog steeds jammer van Max dat hij is uitgevallen. Reed ook niet op podiumkoers, maar had misschien een podium kunnen pakken. Volgende keer voor hem beter. 2,3 is de pitstop. Dat is goed om te zien. En we komen weer als leider het circuit op. En Bernd Mailänder staat ons op te wachten. En dan komen wij hem zo meteen tegen. Jazeker, daar hebben wij Bernd Mailänder. En mogen hem dus niet passeren. Herhaling. Maar wat er is gebeurd met Lando Norris in ronde nummer 10? Ja, wij rijden eigenlijk zelf op het gras. En sturen naar Lando. En dan probeer ik hem af te knijpen. Lando geeft niet op. En dan raken we elkaar. Ik stuurde ook wel heel scherp naar links toe. Dat is ook mijn fout. Maar ja, helaas. Het is wat het is. En dan hier dan Max. In ronde nummer 10. Duikt naar binnen voor zijn eerste pitstop. Gaat naar de softbanden. Een nieuw setje soft. En dan uitkomen pitstraat gebeurt het volgens mij. Dat hij daar een motorisch probleem krijgt. Hier alles nog goed en welletjes. Uitkomen pits.
ja, uitkomen pitstraat is het gelijk gebeurd. Max, zijn auto, kapt ermee en raakt daar gewoon bijna een Haas. We zitten in ronde nummer 12 als de safety car, hoop ik, naar binnen duikt. Jazeker, safety car duikt naar binnen in deze ronde, dus dat is goed om te zien. Ga gelijk vertragen om te laten merken dat wij het tempo gewoon langzaam gaan opvoeren. Er zijn nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd, dus behoorlijk lang. We moeten zo meteen gaan kijken wat Charles Leclerc en Pierre Gasly doen. Ook Lewis Hamilton zit te koekeloeren. Hetzelfde geldt voor George Russell. En gaan hier gewoon heel langzaam die herstart gaan uitvoeren. Beetje wielspin proberen te creëren om temperatuur in die achterbanden zien te krijgen. De Leclerc mag hier ons niet passeren, pas bij de start-finish. Mag hij dat doen? Hier nog allemaal opbouwen. Temperatuur zien te vinden. En dan gaan we hier op het gas. Okay, clear. En is Leclerc wakker gebleven? Jazeker. Het gat is 2/10. Minder dan 2/10? Nee, het is 2/10. Pierre Gasly op het podium. Op P3, Hamilton op P4. En Leclerc zit te kijken, maar kan er niet voorbij. En iedereen moet volgens mij nog een keer naar binnen. Safety car op de baan. Alweer een safety car op de baan. Vanwege, denk ik, Guang Yu Zhao. Zeg ik dat goed? Er is iets gebeurd. En wij duiken naar binnen voor onze late pitstop. Ik denk vanwege Guang Yu Zhao. Die daar is uitgevallen. En mediumbanden eronder gezet. Dus dat is goed om te zien. Wij hoeven dus niet meer naar binnen. De verplichte pitstops zijn gemaakt. En wij komen terug op P5. En Aylet. En Sainz. En Russell. En Armstrong en Lundgaard, denk ik dat die erbij zitten. Die moeten nog allemaal een keer naar binnen. Dus gaan hier extra pijn lijden. Voor nu is het eventjes mooi dat er iemand anders aan de leiding rijdt, maar virtueel rijden wij dus nog steeds op een P1. Dit is gebeurd. Is dat dan Guang Yu Zhao geweest die daar is uitgevallen? Oh jazeker, Guang Yu Zhao met een motorisch probleem. Een Honda kapte mee en hij moet daar gewoon even uitkijken. En volgens mij knalt er iemand vol achterop. Dat is Daniel Ricciardo geweest. Of Lando Norris. Volgens mij is dat Ricciardo geweest die er achterop is geknald. Dus Ricciardo naar binnen voor een nieuwe neus. Dat heeft hij gedaan. En we zitten in ronde nummer 20. Twee Honda's motoren scheiden ermee uit. Wij zitten nog in competitie. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 20. Nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. Safety car dus... In this lap, zegt Jeff, wij moeten wakker blijven voor Carlos Sainz en Charles Leclerc. Weet wel dat al die jongens voor ons nog een keer naar binnen moeten. De vraag is, wanneer doen ze dat? Zitten hier heel dicht op de versnellingsbak van Carlos Sainz. Om misschien te prikken en te kielen en te koekeloeren. En we zijn niet wakker gebleven, want Sainz deed een manoeuvre en daardoor hebben wij een slechte herstart. Kunnen wij hier profiteren van de slipstream? Nee. Kan Leclerc profiteren? Jazeker. Maar hier, in de eerste bocht, vallen wij Carlos Sainz aan. Hij blokkeert zijn linkervoorband en hij is gezien. En houdt gelijk zijn teamgenoot Charles Leclerc op. Dus dat is goed om te zien. En we zitten inmiddels in ronde nummer 32. Iedereen is al naar binnen gedoken. Gasly rijdt op P2. Leclerc gaat hier voor Ferrari een podium pakken in Italië. Hamilton naar P4, Bottas 5. Twee uitvallers. Max helaas in ronde nummer 10. Guang Yu Zhao in ronde nummer 17. Ricciardo die nog vol op Zhao is opgeknald. Maar wij gaan hier de wedstrijd winnen. In Emilia Romagna 2 uit 2 wordt het.
3 uit 3, volledig de score weer gepakt. Goed om te zien. We gaan ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Spanje natuurlijk. They take the checkered flag then here in Imola in what has been another outstanding Grand Prix. So Anthony, what made the difference out there today? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de grote prijs. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook dat snel het race onder punt. Gasly na P2, Charles Leclerc op P3, Hamilton 4, Bottas 5, Lando Norris 6, Ricciardo 7, Russell 8, Perez 9 en Giovinazzi knap hoor van P15 naar een punt. Twee uitvallers, Verstappen en Guanyu Zhou, helaas. En geen coureurs op een ronde gezet. 44 punten verschil na Gasly en Max zakt ver terug tot P7. Het verschil is al 58 punten en na de nummer 2 in het constructeurskampioenschap is het al 43 punten. Dus het wordt nogal knap lastig voor Max om die tweede titel te behalen. Maar goed, het teamacclaim is gewoon goed. Jammer van Max. Ja, sowieso, want hij had hier gewoon op het podium moeten eindigen. Ik snap ook echt niet waarom ik die sponsor van Beat Your Rival During a Race. Ja, ik snap echt niet waarom ik daar geen geld voor krijg. Want ik ben eerste gefinished. Ik snap er helemaal niks van. Ja, het is wat het is. Ik vind dat sowieso raar dat ze dat erin hebben gezet van Codemasters. Moeten ze echt gaan fixen in het volgende spel. Maar goed, ik ga deze video afronden. Mensen, ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw aan mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. We hebben het doel over 100 abonnees dus behaald. Dus alles wat nu komt is gewoon een extra pushen naar die 150 abonnees. Dus ben jij nieuw, please abonneer dan voor meer. En ram gelijk op dat belletje om geen enkele video meer van mij te missen. Volg me even op de sociale media. @JanLandsGraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021. My Team Caremo. Dan gaan we verder in Spanje, Barcelona. Tot de volgende keer.